Hoe was het om voor een volle sportpaleis te dansen in het midden? Want jullie zijn het gewoon om vooraan te staan in het sportpaleis tijdens de Sint-show. Maar hoe was het om rondom te dansen? Dat was bangelijk. Ja, ik had echt wel een hele kick toen wij opkwamen. Heel dat publiek werd wild en er was echt een leuke sfeer. En gewoon superleuk dat wij ons ballet mee hadden en cheerleaders en echt basketbal en alles was erbij. Dus het was echt een feestje. Dat was kei leuk om te doen. En kennen jullie eigenlijk ook iets van basketbal? Ja. Niet heel veel. Maar jullie hebben freestyle basketbal gedaan in Canada. Ja, dat klopt. Ja, we hebben een freestyle basketballer bij ons op bezoek gehad. Dus die heeft ons wat trucjes geleerd. Maar echt zo, ja, basketbal, daar zitten wij niet echt in. Nee. Maar dat is totaal anders dan de gewone basketbal. Ja, freestyle is eigenlijk meer kunstjes en trucjes doen met de ballen. En dit gaat natuurlijk echt om de wedstrijd. Mm-hmm. Ja, maar het was heel gaaf om daar midden in te mogen staan. Ja. En wat zijn jullie plannen de komende weken, maanden? Ja, we vertrekken eigenlijk morgenavond al naar Oostende. Want daar gaan we voor de laatste keer in België optreden met onze tour. En dan nog naar Nederland optreden. Ja, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam gaan we nog naartoe. Ja, en dan daarna beginnen wij aan de opnames van onze film. En met de zomer ook heel veel optredens doen, ja. Dus het stopt niet. Maar superleuk dat we zoveel mogen doen.